De koerier. Wat is een koerier? Tegenwoordig is het een busje dat pakketjes vervoert van deur naar deur. Soms pakketjes die niet per post kunnen, omdat ze te kwetsbaar zijn. Letterlijk of figuurlijk. Ik moet zo spoedig mogelijk voor een zaak van het grootste belang naar Den Haag. Daar zal mij een opdracht worden verstrekt door Frederik Hendrik van Oranje zelf. Ik moet eruit. Auw! Mijn buik. Ook in de 16e en 17e eeuw maakte men gebruik van koeriers. De Staten-Generaal, de provinciën, steden, kloosters, maar ook koopmannen hadden vaak hun eigen koeriers in dienst. Er staat iets te gebeuren in kasteel Maurik. Meer zeg ik niet. Ik pak zo weinig mogelijk spullen bij elkaar. Ik ben incognito. Mijn boodschap bewaar ik hier in mijn geheugenpaleis. Maar eerst moet ik nog studeren. Waar zijn mijn aantekeningen? In tijden van oorlog was een koerier soms ook een verkenner. Dat was geen ongevaarlijk werk. Een koerier gaat te paard gewapend met kennis. Kennis is essentieel. Wie is te vertrouwen, wie niet, wat speelt waar? Een koerier zorgt dat hij goed geïnformeerd is en heeft zijn voelsprieten altijd uitstaan. Frederik Hendrik is iets van plan. Het is 17 januari 1629 en hij heeft zojuist van de Staten-Generaal de toezegging gekregen om zijn budget aan te vullen. Dat geld komt uit de zilvervloot die vorige maand kwam binnenvaren in Rotterdam. Chockvol zilver, goud en kostbaarheden. 3 maanden daarvoor geroofd van de Spanjaarden in de baai van Matanzas bij Cuba. Hij heeft nu zijn geld. Hij kan manschappen inhuren en materieel. Vandaag begint de uitvoering van zijn al zo lang voorbereide plan. Eerst stuurt hij een koerier. Een koerier is een niemand, een onopvallende figuur. Hij heeft geen geloof, staat aan geen kant. Hij is discreet. Maar vooral goed geïnformeerd. Ah, mijn buik. De staten zijn onrustig, al zo lang. Opstanden, belegeringen, bezettingen, moorden. Het rommelt al meer dan 60 jaar. Als iemand precies snapt waar dat begonnen is, mag je het zeggen. Is het begonnen toen het protestantisme opkwam? Dat zich tegen de katholieken keerde? Hoe ze de prots en praal van de poenige kerken verafschuwen? Ging dat niet hand in hand met de schrijnende armoede van het volk? De rijkdom werd niet goed verdeeld, altijd hetzelfde. Dat leidde tot onrust. Daar komt bij dat de Spaanse overheerser uitgesproken katholiek is. Terwijl de opstandelingen protestanten zijn. Geen toeval natuurlijk. Maar zijn het wel opstandelingen? Maar zijn het opstandelingen met hun legertjes van huurlingen? Of zijn het vrijheidsstrijders, idealisten, staatsmannen in de dop? Wie kan dat weten? Het is maar van welke kant je het belicht. Een koerier heeft als taak daartussendoor te laveren. De gevoeligheden te kennen, discretie te betrachten. Ach, we zijn zo gevoelig. Muzikaal gewoon. We zijn paardrijdende gevoelens met zintuigen over onze hele huid. Maar er is ook een sluimerende machtsverschuiving. De koopmannen, die durvals, die met hun schepen de oost in gingen om te verkennen en legeroven, zeg handel drijven, ze werden rijker en rijker en dus kregen ze het voor het zeggen. Wie geld heeft, heeft de macht. Dat zint de adel natuurlijk niet. Die willen het houden zoals het was. Klassieke valkuil, ook daar rommelde het. Globaal zou ik zeggen 2 kampen. De Spaanse katholieke overheerser tegenover de staatse. De opstandelingen die protestant zijn. Ze worden ook wel geuzen genoemd. Wist je dat die naam komt van het Franse woord voor bedelaars, des gueux? Zo werden ze smalend aan het Spaanse hof in Brussel genoemd. Maar het werd hun geuzennaam. Het woord zegt het al. De geuzen, het bevrijdingsleger. De geuzen stonden uiteindelijk onder aanvoering van Willem van Oranje. De Spaanse onder bevel van Philips II. Die 2 hebben dezelfde opvoeding genoten aan het hof van Karel V. Maar dat boterde dus niet. Gevolg was frustratie over jaren. En de strijd verliep al zo ingewikkeld. Dan veroverde de een weer dit, de ander dat.
Dan ging er weer een Spaans decreet uit, waardoor het volk nog meer te lijden had en sloeg de vlam in de pan. Dat werd dan weer bloedig onderdrukt, enzovoort en zo verder. En waar staan we nu? 1629. 45 jaar geleden werd Willem van Oranje vermoord. Zijn zoon Maurits nam het als stadhouder en legeraanvoerder over, zodra die oud genoeg was. En daarna kwam Frederik Hendrik aan de macht. De Spanjaarden houden de republiek in een wurggreep door handelsembargo, rivierblokkades en een cordon van Spaanse garnizoenssteden rondom. Maar ondertussen zijn die Spanjaarden al lang niet meer op oorlogssterkte. Er is onrust in hun rijk. Dat zul je altijd zien. Hoe groter het imperium, des te kwetsbaarder. De Spanjaarden hebben hun legers nodig in Noord-Italië, waar het rommelt. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar ze hadden ook gehoopt versterking te kunnen regelen met de zilvervloot waarmee ze vorig jaar uit Zuid-Amerika zijn gekomen. Maar die werd dus gekaapt. En dat geld zit nu in de staatskas. Een enorme opsteker. De kansen lijken te keren. Ik vind het niet gek dat Frederik Hendrik mij ontboden heeft. Hij is iets van plan. Het gaat gebeuren rond kasteel Maurik. Althans, daar moet ik naartoe. Ik voel me niet heel goed. Ik ben nog herstellende van scheurbuik, scherbus. Vanwege die lange en ongezonde zeereis. Ik was mee met Piet. Hein, had ik dat al verteld? Vertel hem wel. Maar als Frederik Hendrik van Oranje mij roept, dan stap ik te paard. Buikpijn of niet. Aldus, gewapend met onopvallendheid en kennis, ga ik. Kom maar mee, volg mij maar.